Dick Advocaat op de tribune, de nieuwbakken trainer van Sparta. Als opvolger van de ontslagen Alex Pastoor. En Advocaat begint volgende week met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. De belofte van Sparta komen hier op een 1-0 voorsprong. Wat een goede goal. Gescoord door Dervi Zoglu. Krijgt de bal van Felicia. De nummer 2 van het seizoen voor Dervi Zoglu. En de voorsprong in de wedstrijd tegen Lisse. Jong Sparta staat 15e in de competitie. FC Lisse 13. 18 punten heeft Lisse. Dit is aardig gespeeld. Komt hier de gelijkmaker aan. Het is de gelijkmaker. 27e minuut wedstrijd. Stevens. Bart Stevens. De broer van de doelman van Go Ahead Eagles. Sonny Stevens. En zo is het dus 1-1. In een aardige wedstrijd. En de 2-1 voor Lisse. Na een half uur spelen van de putten geeft de bal aan de ervaren Vermeulen. En zo is er de voorsprong. Dan dit moment. Sparta krijgt een strafschop. Van der Werf, de doelman, dus in de fout. En daar is nummer 2 van de spits van Jong Sparta. Dervi Zoglu in de 2-2. Doelpuntrijke wedstrijd. En Sparta opnieuw met klap. Met een goede voorzet. En daar is de 3-2. Adoui. De aanvoerder. Met ook zijn tweede van het seizoen. En zo staat Lisse weer eens achter in de wedstrijd. Het is een knotsgekke wedstrijd. Dan de tweede helft. Met het balbezit van Buis. En de afvallende bal ineens genomen. En met wat pech voor doelman Kranings. Wel de gelijkmaker. Gescoord door Vermeulen. 32 jaar is hij inmiddels. En zo staat het dus 3-3 binnen een uur. 6 doelpunten. Dan wordt er veel weggegeven door de verdediging. En twee ploegen die gewoon lekker kunnen voetballen. Dit is ook een goede bal van Ewijk. En daar is de 4-3 van de putten. Krijgt de bal van Ababio. En zo gaat Lisse 3 belangrijke punten pakken bij Sparta.